Beide coaches hanteren zowat hetzelfde systeem. Brijs heeft dat een paar keer veranderd al dit seizoen. Vorige keer tegen Kortek. Dus ook met drie mannen centraal achteraan. En Schijvers ertussen, ja. Er zit Pit in OH Leuven. We gaan voor elke bal. Dom. Ja, werkt zich goed los. Schijvers probeert in de rug te spelen. En daar is hij in de goal van Brad Brunners. Ja, 1 tegen 0 na 6 minuten. Fantastische voorzet van op rechts. Van Sagrado. En deze Nardi. Die baalt. Die kon er alleen maar naar kijken. Maar perfect uitgespeeld. En vooral die splijtende paas van Siebe Schijvers. Schalt hier van de tribunes. Nog eens goed kijken. Deze paas, kijk. Geen buitenspel. In de nek van Archie Brown. En dan die centrale verdedigers. We hebben het dus Bout Brunus toch niet helemaal in de gaten. Volgen niet helemaal. Kondus. En ook Watanabe. Daaraan voor de moeite. 1 tegen 0. Zijn eerste goal in België. Ja, zoekt maar vindt niet helemaal. Maar dan toch uiteindelijk Samoise. Kums eist de bal op. Kuipers altijd al speelbaar. En nu de kans. Maar niet de goal. Nu wel de goal. Ja. Er is gefloten voor buitenspel. Ja, dit is schouderbuitenspel. De VAR zal er nog wel eens naar kijken. En ja, Schijvers die zit overal. Moet wel uitkijken nu. Dan maar dat. Maar toch balverlies en de overtreding. Oeh, nou, zeer stevig. Maar we spelen nog even door. Maar Laforge legt het nu wel stil. Dan snijdt ze goed aan. Iets te kort en dan, ja, Orban. Buitenspel. Ja, die stond inderdaad zeer hoog. Oh, opjagen. En dan moet Prevot toch wel uit de toppen kijken. Vraag het maar naar Gillekes van Westerlo. Ja, ze willen altijd uitvoetballen. Dat is bijna bij alle teams. Maar soms lukt dat niet. Vletings mist daar de bal. Maar op rechts, ja. Samoise. Er is geen Castromontes meer. Om daar te depaneren. Jules Seiger heeft ook al gespeeld op die flank. Doorkoppen. Tornariga. Kon niet echt bovenop de bal komen. Voor de blote brigade daar van de OHL supporters. 8 minuten. Maar er zullen nog wel wat minuten bij komen. Want er was een aantal keren verzorging nodig. Kums. Prevot komt er niet bij. Ja, dat is binnengekopt. Simpelweg door Kandus. Helemaal achteraan, losgelaten. En het staat 1-1. De druk heeft dan toch een doelpunt opgeleverd. Prevot keek naar de bal, misrekende zich een beetje, dacht ik. Hij moest wel komen, maar Ismail Kandus, 1-96. Kandus werkt zich los, kijk. Boven de kop van Mendil, die is er wel bij. Maar gaat echt eigenlijk nauwelijks in duel. Ismail Kandus, zijn eerste goal voor zijn nieuwe club. En Prevot, nou ja, ik weet niet. Het is een moeilijke bal uiteraard, die draait weg. Maar Prevot komt helemaal niet. Op het middenveld zeer veel balbezit voor Gent. Don en Schijvers zien af. Mazis ook, die weinig meewerkt in de combinaties. Niet echt zichtbaar is. De Saar. Kondus, de man van de goal. Gaat trappen. Ja, gaat trappen. Hard, dat wel. Maar Prevot. Zo. Twee keer Eckert en één keer Niels. Dus 5 penalties. Hij wringt zich erdoor. Nee. Rechts staan zegt Laforge. Absoluut geen penalty. Hij zocht het te nadrukkelijk. Mazis. Ja, die bal komt niet goed. Krijgt daar wel een enorme... Archie Brown. En kijk eens, wat een ruimte. De Saar, die kan knallen. Lage bal, hard. Naast. Daar komt hij.
Een gele kaart ondertussen. Nog eens kijken naar dat schot. Het is Nazis die een bolwassing krijgt. En de gele kaart heeft zijn mond geroerd. En dat kan het thuispubliek niet appreciëren. Ja. Dat is... doorgekoopt. Oeh. Had hij kunnen binnen tikken. Tariq Tissoudali. Hier die paas van Tissoudali. Leitings net voor de neus van Kuipers. Nog maar eens een hoekschop. Leitings er bovenuit. En dan nu de tegenstoot. Torstensson. Oeh. Onderuit gehaald. Samoise, de gele kaart. ...1,91 meter, dat ziet u hier. Goed gedraaid, Torstensson. Niet helemaal goed. Oh. En het schot van alweer Joren Domzeiger, ja. Dat is goed gedraaid. Even afgeblokt. En Torstensson begrijpt toch niet helemaal waarom hij niet van bij het begin mag spelen. Meegeven. Sagrado op wandel. Rechts een 3. Die moet hem nu wel gaan krijgen. Voor de goal. Torstensson, maar doet het zelf. Oh, oh, was nodig hoor. Bal naar die. Dat scheelde bijna niet. Die bal ging precies naar het hoekje. Hoekschop voor OH Leuven. Ze zijn helemaal weer wakker. Het is een evenwichtige match nu. Kento Misao, die stond daar straks al wel even klaar. De Japanner, nieuwe Japanner bij OH Leuven gaat erop komen. Dat kon zuiver, net is Kums. Het is Kums, uitgeweken naar rechts. Nee, daar komt hij niet bij. Of dat doet vooral pijn. Torunariga even aangetikt. Tissoudali, de man met de dribbel, dat weten we. De paas. En dan de plaatsbal van de Saar. Dat komt beter. Komt nog een wissel bij OH Leuven. Wie komt? En wie staat er vrij? Deze man, maar nou, uiteraard buitenspel. Kuipers wil het niet aannemen. Kums gaat het ook even uitleggen. Wat zien we? Wie raakt hem aan? Dat is een man van Gent dus. En nog even. Komen er nog kansen? Het is nu iets meer Far West voetbal. Kums, die kan de lijn inbrengen. Meegeven, Samoise. Mendilisser. Kums met de voorzet, dat is zeer hoog. Maar wel, goed hoor. En dit, ja, nee. Trapt hem over. Tissoudali. Ja, maar natuurlijk nog altijd de match te goed. Maar die moet wel gespeeld worden op Antwerp. Op 27 september, midweeks. In Almaty. Fofana, kijk eens, het tovertijd. Dribbelt. Maar Trevo bij de les. Fofana. Vlietig. Weet even niet waar het noorden is. En de overtreding. Gele kaart, Vlietig. Ja, die moet alles op alles zetten. Om die kleine Fofana af te stoppen. Maar wel een pittige. Oh, oh, oh. Verlengd door Pleitek. Bijna een on-goal. En dan de versnelling. Oh, oh, oh. Wat doet Gandelman? Een gele kaart pakken. Fofana nog één keer. Vlietink. Kappen. De voorzet mee. Kuipers. Terugleggen. Een doelpoging komt er niet. Ofwel, hoekschop. Nee. We gaan er een punt achter zetten.